ben Gerard van der Schaar van het Klaves Private Energy Solar Boat Team. We doen al sinds 2008 mee en vanuit die ervaring hebben wij ons team ontwikkeld. Iedereen heeft zijn eigen discipline, weet wat hem te wachten staat tijdens de races en weet ook wat er moet gebeuren om een podiumplek te behalen. Mark Scholten is van eigenlijk de software van de accu tot aan het telemetriesysteem. Dat is eigenlijk met name in de voorbereiding, maar tijdens de race is hij echt van de strategie. Danny is verantwoordelijk voor de publicaties op Twitter en op Facebook. En daarnaast maakt hij ook mogelijk dat we op ons horloge kunnen zien wat de state of charge van de accu in de boot is of hoeveel energie er nog binnenkomt. Evelien Rode, zij is verantwoordelijk voor al het PR-materiaal, zoals na de tijd dat ze zijn gefinished, hopelijk op een goede plaats, maar in ieder geval dat meteen de media op de hoogte wordt gesteld van onze resultaten. Casper Kloppenburg is verantwoordelijk voor de telemetrie, dat alles wordt gevisualiseerd op een website, zodat we vanuit daarweg precies de juiste handelingen kunnen uitvoeren. Frank van Son, hij is verantwoordelijk voor de Maximum PowerPoint Tracker. Dat houdt in dat alle energie die vanuit de zonnepanelen komt, wordt getransformeerd naar beschikbare energie voor de accu of voor de aandrijving. Van algaande jaren welke teams hebben meegedaan en er vallen een aantal af, er komen een aantal bij. Ik bedoel, we hebben gezien dat nu het internationaal behoorlijk oppakt en dat ook goede teams zoals het Finland, Amerika, die zijn de vorige keer toch ook derde geworden, een goede prestatie inzetten. TU Delft komt met een gewaagd concept. Dus ja, we hebben daar wel hoge doelstellingen van, hè, dat de snelheden en het spektakel echt wel omhoog gaat. Nou, voor onze grootste uitdaging is eigenlijk altijd dat we alle onderdelen goed op de rit hebben en dat we gewoon een goede behouden race varen. Want het is elke dag een nieuwe uitdaging. En om de boot goed presterend te laten krijgen op elke dag, dat is gewoon de grootste uitdaging voor ons. Qua testen en betrouwbaarheid hebben we de afgelopen 2 jaar veel energie erin gestopt. Dus ik denk dat we dat goed op de rit hebben. Maar nu moet het in de race allemaal er nog tot uiting komen. En onze verwachtingen zijn om een mooie competitieve race te hebben, nou, vanuit Groningen naar Friesland toe. En onze doelstellingen zijn om een podiumpositie te behalen. En vanuit eigenlijk onze lijn ook door te zetten die we in de voorgaande jaren hebben behaald. Als je eigenlijk gewoon de Prinsentuin komt binnenvaren, iedereen staat op de kant en je vliegt over de 40 km per uur op draafvleugels, dan hoef je niemand niks meer te vertellen. En dan zegt een jongetje van 3 tegen zijn papa van, kijk, zo moet het. En dat is wat we eigenlijk willen bereiken. Dus niet door te vertellen, maar om te laten zien dat het kan.